Ja, wat gebeurt er als de regels van goede smaak, het valse fatsoen en de kabbele nuance even overboord gezet worden? Als voor een paar minuten het hart op de tong gelegd wordt en het blad voor de mond weggenomen wordt. Nou, daar gaan we nu achter komen. Mad as hell. Hè, sessie 3. Ja, ze zit er al. Hedger, hè? Hedger Ben Miloud. Ze was nog maar 15 jaar toen ze gevraagd werd om te schrijven voor jongere website Spunk. En het bleef niet onopgemerkt. Nee, want NRC Handelsblad vroeg haar toen of ze haar columns mocht publiceren. Nou, dat is alweer een tijdje geleden, want in de afgelopen tijd heeft ze een boek uitgebracht. Gepresenteerd op lokale, op landelijke radio, sorry. En je kent hem misschien van Metro, waar ze vaste columnist is. Dus ik geef het woord aan Hedger. Zij vergeleken bij die rant van net is mijn verhaal een soort lofzang. Of een soort liefdesgedicht. Voor Amsterdam Centraal, want daar word ik nou pissig van. Want ik woon in Amsterdam-Noord en Amsterdam Centraal is een beetje mijn avondwinkel. Want het is vlakbij. Als ik om 11 uur 's avonds nog wc-papier nodig heb, dan ga ik daar naartoe. En ik word daar altijd zo depressief en moedeloos. En het heeft niks te maken met die vertraagde treinen waar de NS zo beroemd om is. Of de verbouwingen, waardoor de helft van de perrons niet toegankelijk is. Het heeft ook niet te maken met de staakactie van de schoonmakers, waardoor je nu slijdend op een hamburger sneller over het perron chase dan de treinen. Nee, ik ben niet boos op de mensen die werken op Amsterdam Centraal. Maar ik ben wel boos op alle andere mensen die daar lopen. Nooit sta ik zo oog in oog met de verschrikkelijke consequenties van overbevolking als op Amsterdam Centraal. Woedend word ik van de zogenaamde beleefdheid van deze mensen. Misschien snappen jullie nog niet helemaal wat ik bedoel. Maar jullie kennen vast wel dat moment dat je in een volle lift staat. Dat iedereen zo hard mogelijk zijn eigen bestaan probeert te ontkennen door naar zijn voeten te staren en zo min mogelijk te ademen. Dat is dus ook wat er gebeurt op Amsterdam Centraal. Maar in de lift maken mensen zichzelf tenminste nog onzichtbaar. Op Amsterdam Centraal doen mensen alsof alle andere mensen onzichtbaar zijn. De zogenaamde beleefdheid. Waarmee iedereen naar zijn of haar voeten kijkt, terwijl ze in een rechte lijn zo snel mogelijk op de plaats van hun bestemming afschuiven. En iedereen die, omdat iedereen zijn eigen lijn zo hard mogelijk probeert vast te houden, botst iedereen tegen elkaar op. Maar dat maakt niet uit, want we doen gewoon alsof de rest niet bestaat. En volgens deze struisvogeltactiek bestaat het botsen dus ook niet. En een paar mensen die wel echt beleefd zijn en dus aan de kant springen, die komen nauwelijks vooruit. Sterker nog, die worden zo vaak omvergeduwd dat ze harder achteruit gaan dan vooruit. Wat natuurlijk op een station alleen maar handig is als je trein zo erg vertraagd is dat hij nog in Haarlem staat. Ik ben ook een van die mensen die liever aan de kant springen dan dat ik andere mensen omverduw. Maar als ik in 10 minuten 50 keer omvergeduwd ben en inmiddels al bijna in Haarlem sta, word ik toch een beetje agressief. En dan ga ik dus net zo hard duwen als mensen mij aan de kant duwen. En dat vind ik nog het ergste. Dat je geen andere keuze hebt als je door de deuren van Amsterdam Centraal komt dan net zo asociaal te worden als iedereen die daar loopt. En dat ik mezelf steeds vaker betrap te fantaseren over een Uzi waarmee ik iedereen neermaai die voor mijn voeten loopt. We hebben geen keuze dan mee te doen met deze onmenselijke stroom mensen als we in Amsterdam Centraal lopen. En ik snap evolutionair gezien echt niet hoe het zover heeft kunnen komen. Want elke diersoort weet dat je in een situatie van confrontatie moet vechten of vluchten. Of nog beter, dat je efficiënt moet samenwerken, net als vogels en vissen. Maar elkaars bestaan gaan ontkennen in een ruimte waar je zo overduidelijk met z'n allen aanwezig bent, dat is evolutionair gezien echt achterlijk. Wetenschappers hebben onderzocht dat mensen zich onmenselijker gedragen als we elkaar niet aan kunnen kijken. Kijk maar naar het verkeer. Daar snijdt iedereen elkaar af alsof het de normaalste zaak van de wereld is. En dat is waarom we ons ook zo gedragen op Amsterdam Centraal. Omdat we zo hard ons best doen om elkaar niet aan te kijken. Dat maakt het zoveel makkelijker om ons beestachtig te gedragen. En toch heb ik het gevoel dat dit iets is van de laatste tijd. Want ik kan me nog een tijd herinneren, en zo oud ben ik niet, een paar jaar geleden, waarin er op een station als Amsterdam Centraal of elke andere drukke plek ongeschreven regels golden. Ongeschreven regels waar iedereen zich aan hield. Dat je op een roltrap rechts staat en links mag lopen. Dat je bij het openen van de treindeuren wacht totdat iedereen naar buiten is gekomen voordat je zelf je lichaam tussen de treindeuren perst. Dat je als een oudere mevrouw de volle coupé inloopt, opstaat. Nee, eigenlijk heb ik die tijd ook niet meegemaakt. Maar fuck it, ik verlang er wel naar terug. Dankjewel, Hedje. Nog een applaus. Dankjewel. Ik wil jullie vragen om even allemaal hier wat dichterbij te komen zitten. Zou je dat willen doen? Lieve mensen daar.
iets dichterbij komen zitten. Ja, zo'n lekker intieme zaal. Dus kom je ook wat dichterbij zitten? Maureen, kom je wat dichterbij? Oh, goed. Ja, hij debuteerde dit jaar met de verhalenbundel Toen God nog in ons geloofde. Ja, en zijn stijl gaat van gevoelig naar snoeihard, heb ik begrepen. En hij is een multitalent, want hij is niet alleen maar schrijver, maar ook rapper en producer. En hij stond in de halve finale van de Grote Prijs van Nederland. Ik heb het over Massi Houtak. Mad as hell, de volgende sessie. Goedenavond, dames en heren. Ja, mijn naam is Massi Houtak, ik kom uit Amsterdam, Noord ook. Ik kom uit Afghanistan. Ben op jonge leeftijd heb ik mogen debuteren. En dat vinden mensen meestal een interessant onderwerp, Afghanen en Afghanistan. En daarom heb ik dit volgende stuk geschreven. Ik draag het op aan Afghanen. Het heet Afghanen deel 1. Ik haat Afghanen. Ik haat Afghanen omdat ze appels met peren vergelijken en het nog durven te onderbouwen ook. Pakt een meneer een appel en legt er een peer naast en zegt: als de appel goed luistert naar de peer, dan kan die wel eens net zo waardevol en lekker worden als de peer. De appel ben jij, mijn zoon. De peer ben ik. Gehoorzamen. Afghanen zijn altijd hypocriet en politiek correct. Afghanen hebben geen gevoel voor humor. Afghanen zijn dom, zelfs als ze gestudeerd zijn. Vooral als ze gestudeerd zijn. Afghanen haten iedereen, vooral negers. Afghanen hebben overal een mening over klaar en weten altijd alles beter, omdat ze Afghanen zijn. Afghanen kijken alleen naar Afghaanse tv-zenders en luisteren naar Afghaanse muziek en nieuws op de radio. Op de eerste plaats niet omdat de Afghaanse media zo goed en kwalitatief hoogstaand zijn. Nee, dat hebben ze zelf ook wel door. Maar meer om de mensen die ze zien en horen te kunnen haten. Dat is belangrijk voor Afghanen. Haten. Dan belt de tante uit Amerika je moeder op met de vraag of ze die nieuwe nieuwslezeres al heeft gezien met haar haviksneus en veel te donkere huidskleur. Afghanen haten alles wat aan zwart zijn gerelateerd is. Zwarte mensen, zwarte muziek, zwart eten, zwart licht. Sorry dat zij zwart zijn. Zo ontwikkelt zich langzaam maar zeker een soort sport binnen de cultuur. Wie haat zoveel mogelijk mensen in korte tijd en het meest venijnig? En wie vertelt het eerst aan wie? Afghaanse vrouwen, met name de oudere vrouwen, dus de moeders van onze moeders, zijn de onbetwiste kampioenen. Zij komen hele avonden bijeen om het te hebben over andere vrouwen. En dan niet bepaald in positieve zin. Als een zus of nicht of tante of buurmeisje van een klasgenootje van 80 jaar terugbelt, heeft ze het binnen 30 seconden weer over een of andere figuur wiens huwelijk op mislukken staat. En wat voor mislukkeling diegene wel niet is. En dat iedereen het al ruim van tevoren zag aankomen. Maar ze heeft wel de moeite genomen om een splinternieuwe jurk te gaan uitkiezen voor haar bruiloft en te laten betalen door haar oudste zoon. Ook heeft ze gesmuld van het eten op dat feest en heeft als toetje flink gehaat op de nieuwe generatie Afghaanse vrouwen die iets mooier zijn dan zij was. Afghanen kunnen niet praten, vooral niet aan de telefoon. Als er gebeld wordt, wordt de eerste minuut één vraag, hoe gaat het met je ouders, continu op allerlei manieren gesteld. Hallo, hey, hoe gaat het met meneer de dokter of meneer de ingenieur of ambtenaar? Ja, goed, dankjewel. Hoe maken je ouders het? Ja, niet slecht, we proberen te overleven. Maar zijn je ouders ook in orde? En zo gaat het maar door. Afghanen kunnen nooit in discussie gaan met hun ouders of oudere broer of zus. Ze zijn toch niet overtuigend. Sterker nog, ze luisteren niet eens. Ze hebben een macht en dat is hun leeftijd. Zolang jij jonger bent, heb je niets in te brengen. Is er weer eens iets kapot of weg, dan heb jij het gedaan. Het komt allemaal hoe dan ook neer op de jongste van de familie. Vraag me niet hoe, maar het gebeurt keer op keer. Het is ronduit belachelijk. En het laatste woord luidt: jij hebt geen respect voor je ouderen. Jij bent een schande voor de familie. Afghanistan zal nooit meer een welvarend land worden. Dat garandeer ik jullie. Daarvoor zijn de Afghaanse mensen te dom en egoïstisch. Iedereen probeert op de beste functie terecht te komen om zijn of haar eigen gezin en familie financieel welvarend te maken. Toch zijn Afghanen altijd erg trots op het feit dat zij Afghanen zijn. Afghaan zijn is een privilege. Afghanen zijn op een of andere manier allemaal familie van elkaar. Afghanen zijn altijd trots. Waarom weet ik niet. Afghanen vertellen trots dat zij met takjes hebben gevochten tegen de Russen en dat zij zo gedisciplineerd en standvastig zijn dat zij enorme Boeddha-beelden hebben vernietigd waar Amerika een kapitaal voor wilde betalen, waarmee nieuwe scholen en ziekenhuizen gefinancierd zouden kunnen worden. Afghanen haten mij om dit stuk. Afghanen zijn ook trots op andere succesvolle Afghanen, zoals Khalid Hosseini en zijn Vliegeraar en Duizend Schitterende Zonnen. Wat een prachtige boeken. Met
Dit is voor de kinderen van Afghanistan. En dit is voor de vrouwen van Afghanistan. Het derde boek zou ongetwijfeld voor de homo's van Afghanistan zijn. Waarin hij opbiecht hoe vaak hij zich heeft vergrepen aan jonge jongetjes in Afghanistan. Wat dat betreft verschillen Afghanen niet erg van Rooms-Katholieke priesters. Ooit zal blijken dat de verkrachtingsscène uit de vliegraad zelfs akelig autobiografisch was. Maar dat is voor later. Dankjewel. Nu weet ik hoe Afghanen over zwarte denken. Niemand lacht. Nou, mensen. Weet ik. Onze volgende gast komt uit Engeland. I'm gonna do this in Dutch. So hope you don't mind. I can translate for you later. Onze volgende gast komt uit Engeland. Hij schrijft boeken, proza, poëzie, artikelen. Hij treedt ook regelmatig op als commentator bij de BBC. En misschien ken je zijn boek wel. De Blauwe Vogel is ook in Nederland uitgekomen. Heeft ook een prijs gekregen. De Commonwealth Prize. En terugkerend thema in zijn werk is eigenlijk de frictie tussen humanisme en kapitalisme. Nou, en ik ga hem vragen om de volgende ranting sessie te doen. Mad as hell. Ni Ayikwai Parks. Do I pronounce that well or not? Yeah, okay. You can take the stage. Yeah, you want this one? Hi. Rant is always an excuse to be a rock star, so I figured I wouldn't use the kick somewhere. So. Nin dumo bia nin kenye rio ne. Una ke efo. Nin liake no nin rio. Ingona nin yenuo. Et si peut-être, par hasard, je commence à parler en français, peut-être il y aura moins de gens qui épousera l'idée que je suis fou. And this is precisely the problem. How do you feel when you're in a room and people are speaking a language you don't understand? How do you feel? How do you feel? Tell me, how do you feel? It's like being a child again. It infantilizes you. It makes you reach for things that you can't reach. But this is precisely the problem that we have in my country, in Ghana, that we infantilize our elders. Because you go to a hospital and you're sick and you have to express yourself, you have to say it in English. And suddenly, the pain that you have in your leg, you cannot explain it to the doctor except through a translator. How do you translate pain? It's not precise enough. Ow is not precise enough. And that is my problem. And the thing about when somebody takes something from you, your ability to express yourself. When you were in school, if you're in primary school, and you're feeling like you are not the child that everybody likes, what do you start to do? You start to try to show off, right? You take your father's watch and you take it to school and you say, this is my watch, right? You find something that says, I am worth something. Something that says, I am worth something. Because what is the worth of anything if you feel worthless? And I'm talking about this just in terms of language. But actually, when people ask me, why is it that development is slow? Why is it that people steal from the state? I say the final frontier in Ghana, and perhaps you can extend it to many countries, is culture. Because if you continue to tell people that everything that they are is worthless, how then, in this silence of expression, of dance, can they engage with what you're calling their nation? And this is why people take from the state. Because the only thing people start to respect, if you don't have a language, if you don't have a dance, if you can't eat your own food with your fingers without somebody pointing at you and saying, this is primitive, then the only thing that will shut them up is money. And so everybody wants to grab some money and show, I am worth something. And it doesn't really help because the money doesn't make them feel anything more, but they think if I take a bit more, I will feel even better. And this is the cycle. And this is the thing that frustrates me, that in a country where we have 57 languages, the constitution is only in English. And you go to the villages and they're supposed to be part of this nation state. They've never read the damn constitution before. What are we calling this nation? And that is my rant. Let us not trample on culture. Let us not trample on the things that make us individual. Because without that, there is no way we can grow. You cannot build on nothing. And what we're trying to build on, and the aid people will continue to pour money everywhere, but you cannot build on nothing. And that is why the final frontier
of development that is the missing link, why people say there's education, there's aid, why are things not moving, is culture. And that's my rant. Thank you, Nee, all the way from England. En straks hebben we nog een Mad as Hell sessie, part 3. Maar eerst zometeen nog een Poetry Jam. Maar ik wil hartelijk danken alle ranters. Hè? Nee. Misa, zeg ik dat goed? Massi, zeg ik het weer verkeerd. Massi en Hedger. Dank jullie wel voor jullie ranting sessies. Zometeen komen we terug met Mad as Hell part 3.